een vioolspeler op een tank. Lijkt dat niet gewoon waanzinnig? Maar ja, in ons dorpje, in ons anatiefje, is ieder van ons een vioolspeler op een takje. Die trekt een vlotte melodie bij in te kersen, zonder zijn nek te breken. Lang niet zo gemakkelijk. Je vraagt je af, waarom blijven we daar komen als het zo gevaarlijk is? We blijven omdat we hier thuis horen in ons anatiefje. En hoe bewaren we ons evenwicht? Mijn antwoord hierop. In één woord, traditie. Thank you.
4 für Kopik. 1 Kopik. Hoge week, jongen. 2. Slechte week gehad. Hij heeft een slechte week. En daar moet ik voor goed. En bovenal onze beminde rabbijn. Rabbijn, mag ik u een vraag stellen? Natuurlijk, mijn zoon. Je staat er in gebed voor de tsaar. Gebed voor de tsaar? Jazeker. Dat God de tsaar zegenen en bewaren. Liefst ver van ons weg. Dan zijn er de anderen. Zij vormen een beeldje rond de rug. Zijn wij bereid de commissaris? Zijn wij bereid de priester? Zijn wij bereid nog veel andere arbeiders? Wij laten hen met rust en tot nog toe laat ze ons met rust. En onder elkaar komen volmaakt op neer. Een tijd geleden vond hij wel een plek aan hem. Maar het bleek dat een muilezel te zijn. Maar het is nu al lang achter de rug. En we leven in complete harmonie. Het was een paard. Met alle respect, Jezol. Het was een muilezel. Het was een paard. Het was een muil. Het was een paard. Het was een paard. Ezel, paard, ezel, paard, ezel. Traditie. Traditie. Zonder onze traditie was ons leven al even wankel als die bioscoop op het dak. Straks zei ik.
meisje van een motel met je zeitel? Ze zijn dikke vrienden al van toen ze kleuters waren. Ze praten, ze spelen. Wat spelen ze dan wel? Weet ik veel, het zijn nog kinderen. Van zulke kinderen komen er andere kinderen. Die motel, hij is een nul. Jente, je zei dat net... Kinderen! Ah, kinderen! Wat een zegen op je oude dag. Maar mijn arm, hij rustte in vrede, kon me geen kinderen geven. Geloof me, goed als goud was hij, verhief nooit zijn stem. Maar voor de rest, als man, was hij niet veel. Dus wat doet het ertoe dat hij nooit zijn stem verhief? Ach, wat voor zin heeft het te klagen? Andere vrouwen houden van geklaag, maar Jente niet. Zoals Jente zijn er niet veel. Wel, ik moest mijn schalensabbatafel maar eens gaan dekken. Tot ziens, Walde. Het deed me goed mijn hart even te kunnen luchten. Jente, zei je net niet dat je nieuws voor me had? Och, ik ben mijn hoofd aan het verliezen. In deze dagen valt het nog af. Een paard schopt het in de modder en... Vaarwel, Jente. Het nieuws, maar natuurlijk. Lazar Wolf. Een goeie man. Een kruim van een man. Dat hij er warmpjes in zit, hoef ik je niet te vertellen. Maar hij is, och, zo eenzaam. De arme man. Ja... Een weduwnaar, wat wil je? Nu, kort en bondig. Uit gans ons dorp laat die Lazar Wolf zijn opvallen op Zeitel. Mijn Zeitel? Nee, de Zeitel van de Tsar. Natuurlijk jouw Zeitel. Oh, wat een partij voor mijn Zeitel. Maar Tibby wil iemand met een zekere ontwikkeling. Hij houdt niet van Lazar. Goed, dus hij trouwt niet met Lazar. Gedaan. Lazar wil de dochter, niet de vader. Luister, Golden, stuur Tevi naar hem toe. Vertel hem niet waarover het gaat. Lazar zal hem wel weten te overtuigen. Hij is goed en hij is rijk. Waar of niet? Waar natuurlijk. Je weet me dan wel te vertellen hoe het is gegaan. Golden, je hoeft me niet eens te bedanken. Want afgezien van een kleine vergoeding, die Lazar trouwens zal betalen, doet het mij echt genoegen mensen gelukkig te maken. Een groter genoegen bestaat er niet. Goed, tot ziens Golden en graag gedaan. Mama, wat wou ze? Dat zal ik je op tijd en stond wel vertellen. Tegen Roer, Margrethe. Thank you.
paard zijn hoofdijzer laten verliezen, vlak voor de Sabbatannekul. Dat was echt mooi van u. U beproeft u te wezen al genoeg. U zijn mij met maar liefst 5 dochters en een leven vol armoede. Wat heeft u toch tegen mijn paard? Soms, als het te stil wordt daar rondom, denk ik dat u denkt, even kijken hoe ik mijn vriend Tibby wat pesten kan. Nee, kost me het. Daar ben je nog. Ik spreek u later nog wel. Waar is je paard? Met de hoefsmid, uitgenodigd voor de Sabbat. Niet nu, de zon wacht niet op jou. Ik moet iets vertellen. Zoals het goede boek verkondigt, genees ons al Heer en wij zullen genezen zijn. Anders gezegd, zend ons de remedie, want we zijn al ziek. Het is niet dat ik me werkelijk beklaag, tenslotte met uw hulp verhonger ik me dan. Heeft veel arme mensen geschapen. Ik begrijp natuurlijk dat het geen schande is om arm te zijn, maar een grote eer is het ook. Zou het dan niet zo erg zijn als ik een klein beetje veel geld had? Was ik maar een rijk man, daardoor digge digge diddel daardoor de moed. Dag na dag een lekkere bestaan, was ik maar een schatrijk man, zou ik hier niet zoeken. Daardoor digge 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 diddel daardoor de moed. Was ik maar een beetje onderschat, ja, we...
minder privilegie met mijn paard. Tibby, de bestelling van mijn paard steeds. Ja, ja, weet ik niet. Tibby, in mijn bestelling. Je precies wat dringend is dat mijn paard nu nog is. Over vreselijk nieuws gesproken. Vreselijk nieuws uit de buitenwereld. Wat? Wat is dat? Ze hebben alle Joden uit Rajanka verdreven. Uit alle huizen hebben ze hem weggejaagd. En waarom? Staat er niet bij. Misschien wil Tsar al een land hebben. Of een plaag of zoiets. Mogen Tsar zijn eigen persoonlijke pest krijgen? Amen! Ik lees het alleen maar. Ah, dat is een plan van de overheid. Mogen de overheid de jeugd krijgen overal en overal waar ze er niet bij. Amen! Wat vervloeken jullie hem? Wat bereiken jullie daarmee? Jullie staan hem achter de kubbel en te vervloeken. Willen doen jullie niet. Maar taalt er alleen natuurlijk door. Richt het schaapje. Jij komt iets van drinken, verkies het maar. Nee. Waar kom je vandaan? Uit Kiev. Ik was student aan de universiteit. De universiteit. Is het daar waar je geleerd hebt om kritiek te uiten op mensen die wat ouder zijn dan jij? Het is duidelijk dat ik geleerd heb dat het leven meer draait dan al je praat. Jullie moeten beseffen wat er omgaat in de wereld hier buiten. De wereld hier buiten. Mijn zorg dat zijn eigen problemen maar oplossen. Maar hij heeft gelijk. Zoals het goede boek verkondigt. Spuug in de lucht en je krijgt het in je eigen gezicht. Je kan je ogen niet sluiten voor wat er in deze wereld gebeurt. Hij heeft gelijk. Maar hoe kan dit nu? Hoe kan hij gelijk hebben en hij gelijk hebben tegelijkertijd? Weet je, jij hebt ook gelijk. Boeisabat, Boeisabat. Ik heb je bestelling van een rabbijn en kaas. Ja, dus je komt uit Kiev, je hebt zoals Abraham zei, een vreemdeling in een vreemd land. Dat is Mozes die dat zei. Onschuldig weer. Zoals koning David het zei. Ik ben een man van weinig woorden en traag ter tong. Oh, Mozes. Van een man van weinig woorden praat hij veel. Wil je ook een stuk? Ik heb geen geld. In mijn bedelaar ben ik niet. Het is een zegen voor mij om te kunnen geven. Wel, niet zo anders. Weet je, het is geen schande zijn. Het is geen schande om arm te zijn, weet je. De rijken zijn de gezadigers van deze wereld. Ooit zal alle geld van ons aan. Geen slecht idee. Als zij ermee akkoord gaan, ga ik ook akkoord. En wie zal dat graag overleggen? Gewone mensen. Zoals jij. Ja, ja, zoals ik. Onzin. En tot aan deze gouden dageraad aandrukt. Ja, weet je, hoe kom jij aan de kost? Door les te geven. Aan kinderen. Je kinderen? Ik heb 5 dochters. 5? Dochters. Dan, meisjes moeten ook leren. Meisjes zijn ook mensen. Een wereldhebbers. Ik zou het graag willen les geven. Om die eerst op te tellen voor een grote gedachte. De wereld staat vol lessen van onze tijd. Ik ben arm. Ik heb geen raad voor lessen. Kom alvast en vier de Sabbat met ons. Ja, we eten zeker niet als koning, maar voor hongeren doen we ook niet. En zoals het goede boek verkondigt, als een arm man een kip eet, dan scheelt het. Ofwel met hem, ofwel met die kip. Wel misschien niet in die woorden, maar het zegt ergens iets over die kip. Goeie Sabbat, kinderen. Goeie Sabbat, vader. Kinderen, dit is Bertje. Bertje, mijn oudste dochter, Tsaita. Goeie Sabbat. Goeie Sabbat. Wie heeft een heel aardige dochter? Ik heb 5 aardige dochters. Die is van mij. En die is van mij, 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 en die is niet van mij. Dit is modelkant. Wel, je doet me toch het plezier hier te komen. Die is ook van mij. Molde, dit is Pertje en hij is een leraar. Zouden jullie les van hem willen krijgen? Nee.
Je bent een goed leraar. Een zeer goed leraar. Ik heb ooit iets gehoord dat de rabbijn die zijn eigen lof zingt gewoon even schoon moet staan. De dochter heeft een redde tong. Een zin voor humor. De zin voor humor heeft ze natuurlijk van mij. Zoals het goede boek verkondigt. Met het goede boek kan wachten, ga je maar wassen. De tong heeft ze van haar moeder. Motto, neemt jij met ons mee? Als een lak. Maar natuurlijk, nog een zegen erbij. Motto, twee extra borden. Wilkers Prinsen, ga je maar wassen. Haal nog een tafel. Motto, ga mij helpen. Goed, ga maar, help jij ook maar. Jij kunt je buiten wassen, meisjes. TB, ik moet iets zeggen. Moet dat nu meteen? TB, ik moet je zeggen dat... Shh. Ik ben aan het bidden. Lazar Wolf wou je graag zien. Slager? Waarom? Weet ik niet. Hij zegt alleen dat het belangrijk is. Het kan er belangrijk zijn. Ik heb niets dat hij kan slagen. Ga na de Sabbat toch maar even met hem praten. Waarom zou ik? Als hij me nieuwe melkkoe wil, dat hij het maar vergeet. Durf, hang je koppige ezel toch niet uit. Als iemand je dringende boodschap stuurt, dan praat je tenminste met hem. Praten waarover? Hij wil mijn nieuwe melkkoe. Praat met hem. Hoe na de Sabbat dan? Motel, Jente was hier. Ja, ik heb haar gezien. Als het eens raken over iemand, is het voor ons te laat. Maar, Saitel, maak je geen zorgen. Wel, ik heb iemand gevonden en die wil me zijn oude wijnmachine verkopen. En binnen een week heb ik genoeg wijn. Over een paar weken is het misschien al te laat. Wat moet anders doen? Je kan mijn vader een maand vragen. Vanavond nog? Nu? Vanavond? Nu! Zonder mijn wijnmachine. Wat denk ik van mijn wijnmachine? En ik de dochter van de arme melkboer. Waar ben ik hier? Praat met hem. Maar Saito, als hij nee zegt, dan blijft hij daarbij. En hij zal een toets krijgen. Motto! Ik ben aan een armzalige kleermaker. Ook een arme kleermaker heeft recht op een beetje geluk. Zul je doen? Zullen we met hem praten? Goed. Zal ik praten. Kom kinderen, het is tijd. We steken de kaars aan. Kom kinderen, kom! Ja, wat is er, Motel? Motel, wat is er? Motel, wat is er? Wat is er? Hoe is dat met dit? Een fles van je beste brandewijn. En twee glazen.
beste brandewijn naar Plaza. Ter welke gelegenheid? Misschien een feest? Een feest? Wie weet, misschien wel een trouwfeest. Zeg, koopje dan? Ja. Prachtig, een trouwfeest. Daar kan ik wel voor zorgen natuurlijk. Tegen een kleine vergoeding. Spreekt vanzelf. Een trouwfeest zonder jou en zonder die kleinste vergoeding is natuurlijk geen trouwfeest. Goedemiddag. Goedemiddag. Kan ik iets drinken krijgen? Vodka of Schnitz? Vodka. Goedemiddag. Wat de veel, wat doe je zo goed? Hij wil mijn nieuwe melk opkopen. Ah, Timmy. Ga zitten. Drink iets. Ik zal je niet ledigen door neer te zien. Hoe gaat het met jou, Timmy? Hoe zou het gaan? Ja, juist. En met jou, Ratlazer? Altijd hetzelfde. Best jammer. Hoe gaat het met die neef in Amerika? Goed, denk ik. Heeft hij iets geschreven? De laatste tijd niet. Hoe weet je dat? Als hij het slecht stelt, dan schrijft hij meteen. Ik vermoed dat je weet waarom ik jou zie. Ja, het heeft geen zin erover te praten. Waarom niet? Waarom wel? Waarom zou ik haar kwijt worden? Wel, je hebt er nog een stel aan, hè? Dat is waar, maar vandaag wil je er één en morgen wil je er misschien twee. Twee? Wat moet ik er met twee? Hetzelfde als met één. Devje! Dit is enorm belangrijk voor me. Enorm belangrijk? Waarom? Eerlijk gezegd, omdat ik me wat eenzaam voel. Eenzaam? Waar heb je het? Weet ik dat niet? Je wil mijn nieuwe melk kopen. Oh. Een nieuwe melk om me niet eenzaam te voelen. Wat is daar nu zo grappig aan? Oh. Ik bedoel je dokter Zeitel, Turkje, je dokter. Zeitel, mijn dochter? Ja, Zeitel, je dochter. Elke donderdag zie ik haar in mijn winkel. En eerlijk gezegd, ik voel iets voor haar. Zoals je weet, ik stel het niet zo slecht. Ik heb een huis, een eigen zaak, een knecht. Moeten we nu serieus tegen elkaar opbluffen? Geef me de vijf. We zijn het eens over de trouw. Een verraadschat moet je voor haar zelfs niet voorzien. Misschien bied je wel iets in je eigen portemonnee. Schaam je, Lazar! Schaam je! Mijn dokter Zeitel is niet iemand die ik zomaar verkoop voor wat geld. Goed, goed. Geen woord meer over geld. Voornamelijk is dat we het eens zijn over de trouw. Weet je, ik hou van haar. Wel, wat denk je? Denk ik? Wat denk ik? Ik meen die man niet. Maar waarom zou ik ook? Je kan gezellig met hem praten, zolang het gaat over lever en niertjes. Aan de andere kant. Als ik mijn dochter trouwt met een slager, zal ze nooit honger lijden. En niet iedereen hoeft een geleerd iemand te zijn. Zolang je rijk genoeg bent, noem niemand je een domkop. Er is één probleem. Hij is veel ouder dan haar. En dat is dan haar probleem. Maar zij is veel jonger dan hem. Dat is dan zijn probleem. Ik heb hem altijd gewoon gezien als de slager. Maar misschien bekijk ik hem verkeerd. Hij is een goed man. Hij zal terecht haar gelukkig maken. Hij houdt van haar. Wat denk je? Ik ga akkoord. Akkoord, denk niet. Dat is geweldig. Daar drinken we op. Op jou. Nee, mijn vriend. Op jou. Op ons beiden. Op ons akkoord. Op ons geluk, op onze voorspoed en op onze gezondheid. En drie, lakaien, lakaien met drie.
vrouw. En drink, en drink, lakaien, lakaien, lakaien. Heerlijk en hemelsen. En drink en drink, lakaien, lakaien, lakaien met drie. Lakaien met drie, lakaien met drie, lakaien met drie. Na de vrouw zijn wij familie. Jij wordt mijn papa. Ja, papa. Ik heb altijd al een zoon gewild. Maar dat liever toch eentje die een beetje jonger is dan ik zelf. Goeie avond. Een goeie avond, commissaris. Wat gaat dat vinden? Mijn dochter gaat trouwen met hem. Ja, ik weet het. Ik ben bereid. Ik heb een voor je twee dat ik je moest vertellen. Dacht ik al, vriend. Ik ben bereid. Ik mag je wel, Tevje, daarom vertel ik het je. Je bent een fatsoenlijk, eerlijk man. Ook al ben je heel te hond. Hoe vaak krijgt iemand zo'n compliment? En dat nieuwtje? Ik heb het bevel voor gekregen. Dat hier binnenkort een kleine spontane rel plaatsgrijpt in de district. Een pogrom? Hier! Nee, geen pogrom. Alleen maar een kleine spontane rel. Hoe klein? Zo maar wat schade hier en daar. Dat de inspecteur of dokter kan zien dat ons werk goed gedaan heeft. Dank u, commissaris. U bent een goed man. Als u mij veroorlooft, wat jammer dat u geen Jood bent. Dat is dat ik apprecieer aan jou, TV. Altijd mijn grappen maken. Nogmaals, geluk met z'n voor je dag. Lieve God, moest je nu werkelijk zo'n nieuws naar je toe sturen? En dan nog vandaag? Het is waar. Wij zijn het uitverkoren volk. Daar kan u niet voor één keer iemand anders uitverkiezen. In elk geval, dank u voor de echtgenoot die mijn dochter toestuurt. Waar ga je? Mr. Stal dan maar uit. Roep me zodra papa opstaat.
Ja, vind je? Nou, was er daarbij een akkoordstakantje interpretatie? Dat weet ik niet. Ja, dan zo was jij dat ook niet. De grote mond, mijn kleine zusje zijn. Wat weet jij ook over Mendel? Behalve dat hij de zoon is van de rabbijn. Moet hij interesseren? Moet hij de zoon zijn van de koffersmid of de schoenmaker? Eén ding weet ik zeker. Hij had er geen gekke idee om daar om de wereld moest te boven te geven. Ja, dat zal wel. Elk idee kom je zeker vreemd voor. Herinner je het woord van de heer? Dat we niet weten? Ja, maar hij is fucking rechtstreeks tot jou. Ja. Pieter, misschien zelfs een klein beetje verstand. Maar waar verdient dat verstand? Zonder nieuwsgierigheid is het maar een bewust werktuig. Wat zien ze dan? Wij hebben hier tradities. Een jongen behandelt een meisje met respect. Maar ja, dat is natuurlijk al te traditioneel voor een vrijgevoel te denken als jij. Ja, ja, onze tradities. Niets mag hier veranderen. Alles is perfect zoals het is. Wij houden inderdaad van onze tradities, ja. Maar die zijn aan het veranderen. Overal. Behalve hier. Hier houden mannen en vrouwen netjes gescheiden. De mannen studeren en ja, de vrouwen in de keuken. Jongens en meisjes raken elkaar niet aan. Ze mogen elkaar niet eens aankijken. Ik kijk jou aan. Ja, maar jij hebt leuk. Wist je dat jongens en meisjes in de stad elkaar mogen benaderen zonder de toestemming van de koppelmaatje? Ze houden elkaar eens handvast en ze dansen trouwens. Nieuwe dansen, zoals dit. Blijkbaar niet voor iets te doen.
problemen. Ik denk dat ik u daarmee kan helpen met dit. Ja, als een pleister op een houten been. Papa, luister hier naar hem. Nu goed, je hebt een tong gebruiken. Wel, ik hoorde dat u uw dochter Saito wou uitwilligen. Horen heeft dat ook nog. Ik denk dat ik iemand voor haar heb. Wat voor iemand? De perfecte maat. De perfecte maat. Als gegoten. Als gegoten. Past uitzonderlijk. De perfecte maat. Als gegoten. Past uitzonderlijk. Hou op met praten als een kleermaker! En zeg me wie het is! Als ze niet hebben, schrijf het niet tegen me. Goed. Wie is het? Mortal, wie is het? Wie is het? Wel, ik zelf. Hey. Zelf. Trouw in Eer Vlaamsen. Wie ben jij dan wel? En bruidegom, en koppelaar, en gasten. Jan en alleman. Je speelt waarschijnlijk je eigen rabbijn, veronderstel ik. Je bent inderdaad stapel. Wat een TV. Ja, ik weet het. Je eigen koppelaar en zo wat raar. Dat geef ik toe, maar. Raar? Het is gewoon krankzinnig. Ik kan het je al een heel lange tijd willen vertellen, TV. Maar ik wou eerst bij genoeg bijsparen voor mijn eigen naaimachine. Dat is geen onzin, je bent gewoon een eigen kleermaker. Dat is waar, TV. Maar zelfs een arme kleermaker heeft recht op wat geluk. En ik beloof u, uw dochter Saito zal nooit honger lijden. Hij begint warm op te praten als een echte man. Aan de andere kant. Trouwen met een eigen kleermaker. Wat voor huwelijk is voor dat? Aan de andere kant. Hij heeft helemaal niets. Aan de andere kant. Hij is heel goed en hij werkt hard. Aan dezelfde kant. Hoe slechter kan het met hem nooit gaan? Zijn situatie kan er enkel beter. Divi, u zult het zich niet klagen. Niet beklagen? Ik beklag het me nu al. Dank je, papa. Dank je, papa. Ze geven elkaar geen plechtig woord. Zomaar. De jeugd van tegenwoordig. Golder. Wat zeg je tegen Golder? Golder is fantastisch. Het was een wonder. Een wonderlijk wonder. Thank you.
wekker. Hey, Debbie! Wat scheelt er? Waarom schreeuw je zo? Waar is ze? Waar is ze? Waar is wie? Waar heb je het over? Vroeg maar Sarah. Lazarus' eerste vrouw. Geen minuut geleden stond ze hier. Debbie, wat scheelt er? Vroeg maar Sarah, die is al jaren dood. Het is alleen maar een droom. Vertel me wat je gedroomd hebt. Ik vertel je meteen wat het betekent. Het was vreselijk. Vertel het me. Goed, mag niet bang worden, hè? Vertel het me. Wel, in mijn droom droomde dat we aan het feest waren. Iedereen van onze kinderen was er. Ja, en ook muzikanten. In het midden van de droom kwam ik Grootmoed Zeitel tegen. Grootmoed Zeitel? Hoe zag ze eruit? Voor een vrouw die al 20 jaar dood is, keurig. Ze zei... Ze ziet er zo mooi uit. Maar zo tof, maar zo tof. En de dochter als een bruid. Maar zo tof, maar zo tof. Ze trouwt een brave man. Die kleren maken kan. Die goeie motor kan zo jong. Motor? Die jongen die is slim. Maar zo tof, maar zo tof. En uit een groot gezin. Maar zo tof, maar zo tof. Ze krijgt een lieve man, die kleren maken kan. Die goede motto kan door. Kleren maken? Dat zal ze verkeerd verstaan hebben. Ze bedoelen natuurlijk een slager. Nee! Het is een vergissing, oma. Hij maakt geen kleren. Het is een slager, oma. En zijn naam is Lazar Wolf. Nee! Zijn naam is Motto TV. Hij maakt kleren. De kleine Saito die mijn naam nu draagt, trouwt met hem en wel vandaag. Ze houden van elkaar. Maar zo tof, maar zo tof. Maar zo tof, maar zo tof. De ideale man, die liefde weer kan, die goede motto kan doen. Maar alles is geregeld, we hebben een overeenkomst met de slager. Het is geregeld, oma. En ieder weet het. Met de slager, oma. En we kunnen niet meer terug. Nee! 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 Het is niet geregeld, denk je? Wel, dat is heel erg. Want als die Lazar wel wat van je hoort, denk ik dat hij jou vermoordt. Wat hebben ze gelukt. Maar zo tof, maar zo tof. Hun droom kan niet meer stuk. Maar zo tof, maar zo tof. Hun dochter krijgt een man, die niet de liefde kan. Die goeie motto kan worden. Het is een slager. Die en zijn naam is Lazar Wolf. Die goeie motor kan zijn. Ja, ja. Wie is dat? Wie is dat? Het is de slagersvrouw die overleden is. Het is de slagersvrouw die nu verrezen is. Fuma Sara, Fuma Sara, Fuma Sara, Fuma Sara, Fuma Sara, Debbie!
welke droom! En dat alles om willen van die slager? Als mijn grootmoed Saitel zich de moeite getroost die verre tocht vanuit een andere wereld te ondernemen, alleen maar om willen van die kleermaker? Ja, dan ligt het voor de hand dat alles is zoals het moet en onmogelijk beter kan. Amen. Amen. We doen maar beter snel. Maar zo tof, maar zo tof. Wat oma heeft verteld. Maar zo tof, maar zo tof. Dus Saitel krijgt een man die kleren maken kan. Die goede motel kan, zoil. Het is niet dezelfde vent. Maar zo tof, maar zo tof. Die wij hebben geblind. Maar zo tof, maar zo tof. Het is een andere heer. Heet hij ook alweer? Zijn naam is Motel Kamzoil. Die goede Motel Kamzoil. Die brave Motel Kamzoil. Die lieve Motel Kamzoil.